men zag overal niets dan water. En in het midden, als uit de schoot van een ruime zee, doemden de muren en torens op alsof het schepen waren. Alsof een vloot schepen in het water lag in plaats van een stad op het vlakke land. Daniel Heinsius, 1635. Ik was eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in verhalen over hoe dat beleg heeft plaatsgevonden en zo. Alleen maar wilde ik weten hoe je de historie in het landschap kunt lezen. Weet je wel, de dijkjes, de kaders, waar komt dat vandaan, waarom zijn dingen op een bepaalde manier gebouwd. Maar gaandeweg ga je erover lezen en word je helemaal geboeid door wat zich er heeft afgespeeld. Den Bosch lag tussen twee grote rivieren in. Je hebt hier de Dommel en daar heb je de A. En vervolgens loopt het via de Dieze weg, maar die Bosschenaren zetten een dam hier in de Dieze. En dan loopt het hele gebied rond de stad onder water. En dan ligt die stad daar als in een zee van water. En je moet je voorstellen, vroeger kon men niet zwemmen. Was water echt bedreigend en de kanonnen konden er niet doorheen, dus de stad was gewoon beschermd. Nou, hier staat mijn grote vriend, Frederik Hendrik. Frederik Hendrik heeft in het grootste geheim voorbereid dat hij Den Bosch ging innemen. En de Bosschenaren geloofden er ook niks van dat hij Den Bosch wilde innemen, omdat de stad oninnemer was in wezen. Er werd de moerasduik genoemd. Maar Frederik Hendrik wist dat dit de sleutel van de Nederlandse staat was. Want heb je Den Bosch, heb je het complete achterland. Heel de meierij beheers je dan, omdat vroeger het transport via het water plaatsvond. En de grote beken als de Dommel en de A allemaal in Den Bosch uitmonden. Dan wilde meteen zeggen, als je Den Bosch hebt, heb je het hele achterland. Vandaar dat Frederik Hendrik een bouwwerk moest neerleggen rond de stad. 45 kilometer dijk en dan nog eens een keertje een tweede linie hier, 25 kilometer, die de contravallatielinie genoemd wordt. En samen zo'n 65 kilometer dijk is aangelegd en dat eigenlijk in 3 weken tijd. Het is ongelooflijk, maar hij werkt ook met 40.000 man. En men vindt het grootste bijzonderheid van het beleg eigenlijk de logistiek erachter. Want je moet maar eens 40.000 man allereerst te eten geven, maar je moet ze ook een spade in de hand geven. Het is echt heel knap, te meer ook omdat het allemaal in het geheim is voorbereid. En uiteindelijk moesten ook 60 boten met takkenbossen aangevoerd worden om deze dijken in 1,5 meter water aan te leggen. Ja, het beleg heeft zijn weerga nooit gekend. Ik ben gewoon bioloog, ben Nijmegen gestudeerd en was geboeid geraakt door de schoonheid van de natuur, de bloemen, de vogels. Ik doe al 15 jaar onderzoek naar de natuur hier rond de stad en ik weet elk zeldzaam plantje te staan zo'n beetje. Daarom werd ik vaak door de gemeente gevraagd van kun je niet meedenken. Zo zat ik in de vestingwerk en natuurgroep. Maar daar zaten ook allemaal cultuurhistorici bij en die hadden onderzoek laten doen naar wat hier in de omgeving van de stad terug te vinden is in zaken het beleg en al de andere bouwwerken die hier in de loop der jaren zijn neergezet om de stad te verdedigen. En uiteindelijk kreeg ik dat rapport in handen en daar zat een kaart achterin over 1629 en het beleg uit die tijd was gewoon een zwart-wit kaart. En in één keer kreeg ik het idee, kun je dat niet in Photoshop op de hedendaagse kaart leggen en eens gaan kijken of je niet wat terug kan vinden van wat op die kaart te vinden is. Ja, uiteindelijk is dit het resultaat van de oude kaart uit 1629, die is gelegd op de hedendaagse kaart. En een cartograaf heeft het echt zodanig bewerkt dat het ook een officiële kaart is geworden. En uiteindelijk kun je nou hier zien hoe ingewikkeld die bouwwerken zijn geweest, want het was niet zomaar even een dijkje aanleggen. Toen heb ik gedacht, kan je dit niet zichtbaar maken door eroverheen te vliegen? Om weer te geven hoe imposant deze bouwwerken zijn geweest. En toen heb ik mijn leerlingen gevraagd van, kunnen jullie dit niet 3D maken? Dus al die dijken omhoog trekken en in wezen weergeven wat je daar op het schilderij ziet. En daar hebben twee jongens 1400 uur aan gewerkt. En inmiddels staat het in het Noord-Brabants Museum. Als het aan mij ligt, dan zou hier in één grote ring rond de fietspaden bloemenrijke weilanden aangelegd worden. Of zelfs akkers waar je weer korenbloemen in ziet, klaprozen, gele ganzenbloemen en zo.
oude Brabantse rassen, dat die hier terug zouden komen. En dan zou je echt een soort groen uitloopgebied voor al die 130.000 bossenaren kunnen creëren, waarvan iedereen zegt, nou, het is gewoon een genot om in deze stad te wonen. Nou, we moeten doorkrijgen dat groen om de stad het meest zeldzame gaat worden in Nederland. En dat we één stad in Nederland hebben waar dat nog steeds het geval is. Dat is Den Bosch. Maar ik heb een heel mooi team, de Stichting Groene Vesting, die heel hard aan de weg timmeren om ook juist de burgers erbij te betrekken. Ja, dat gaat nog wel een keer gebeuren, absoluut. Ja, en dat gaat ook lukken, ook, dat weet ik zeker. Kijk, als je ergens in gelooft en je gaat ervoor en je blijft ervoor gaan en je laat je niet uit de wind slaan door allerhande tegenslagen of je geeft mensen de schuld, dus zo ben ik helemaal niet. Ik denk, dan probeer je het een andere keer nog een keer. En dan proberen we nog betere argumenten te vinden en probeer andere mensen erbij te betrekken. En langzaam komt er een beweging op gang dat het toch gelukt. Dus in mij kun je niet zo gauw uit de wind slaan, nee. En het is toch het geloof wat je hebt en het gevoel van, ja, het kan nog veel mooier hier. En je moest eens weten waar je woont. En nou ja, gelukkig woon ik in Den Bosch. Ja.